Dag dames en heren, de dag die is prachtig begonnen met misbanken in de polders, zoals hier zo in de buurt van Bergse Hoek, Lansingerland. U ziet het, die misflarden hier zo. Ja, over de polders heen, maar ook het zonnetje wat uh, ja, uit de veren komt, het was het begin van een uh, bijzonder warme aprildag. En als we kijken naar het weerbod uh, voor vannacht, ja, dan hebben we te maken ook al met die hoge temperaturen. Ja, u moet goed bedenken dat een temperatuur van ongeveer 10 graden, dat dat voor de nacht normaal is voor begin juni. Dus die temperatuur die ligt echt ver boven het langjarige gemiddelde. Daarbij zijn de brede opklaringen blijft het overal droog en de waait slechts een zwakke tot matige Wind uit het oosten. Ook donderdag is het nog altijd erg warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen die klimmen naar zo'n 20 of 21 graden. Geregeld ruimte voor de zon. Maar gaandeweg de dag vanuit het zuiden wat meer bewolking blijft vrijwel overal droog. De wind draait naar het zuiden. Neemt toe tot matig windkracht 3 of 4. Nou, na morgen zijn we vertrokken voor een meer lichtwisselvallig weerbeeld. Nou, wat betekent dat dan? Nou, dat we toch ook wel meer bewolking gaan krijgen. Af en toe komt ook de zon tevoorschijn. En van tijd tot tijd moeten we rekening houden met wat lichte regen of een enkele bui. De temperatuur die gaat wel naar beneden. Maar het blijft gewoon nog wel te zacht voor de tijd van het jaar. Want ook op zondag en maandag, ondanks die 17 graden, normaal gesproken is het nu dus een graad of 12. Dus altijd gewoon lekker zacht weer. Dat wel, ook wel wat meer wind erbij uit het zuidwesten. Maar goed, als er een bui valt. Dan komt dat best wel gelegen, want het is hartstikke droog en de natuur die smeekt toch wel om een slokje water. Nou, tenslotte nog deze fraaie foto. Alles groeit en bloeit. Maakt u ook prachtige foto's van het weer of de natuur, zoals Corina Neleman heeft gedaan uit Berkel en Rodereis, dan kunt u ze insturen naar weerfoto.rijmond.nl. Prettige dag nog en heel graag tot morgen.